Leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Dat is de kern van actieleren. Alle betrokkenen leveren vanuit hun eigen perspectief een bijdrage. Want samen weet men meer en samen komt men verder. Een handige insteek bij het aanpakken van de arbeidsmarktuitdagingen in zorg en welzijn. De methodiek bestaat uit verschillende kernelementen. In deze video belichten we het element experimenteren met oplossingen. Waarom is experimenteren zo belangrijk? De beste oplossing wordt gevonden door 2 à 3 scenario's uit te proberen. Experimenteren dus. Wat werkt hier het beste? Wat vraagt dat van iedereen? Wat zijn de voor- en nadelen in het daadwerkelijk gebruik? Nou, experimenteren begint niet bij de oplossing, maar bij de probleemverkenning. Omdat in een probleemverkenning heel duidelijk wordt welke verschillende perspectieven zijn er nu eigenlijk. En vanuit die perspectieven ontdekken waar het eigenlijk naartoe zou moeten. Dat is voor mij eigenlijk de beste ervaring geweest met het experimenteren. Niet te snel naar de oplossing, maar eerst kijken wat er nu werkelijk aan de hand is. En dat verschil per bril die je op hebt. Wij doen mee met een pilot op dit moment. Waarin we een alternatief willen gaan zoeken voor een al bestaande training. Een training die verpleegkundigen helpt om klaar te zijn voor acute situaties en op de juiste manier dan te kunnen handelen. Het was heel erg moeilijk om de kennis die daar opgedaan werd ook mee te brengen naar de afdeling. En daarom doen we nu ook mee met een pilot om te kijken wat gebeurt er als we die kennis, het leren en het daarnaar handelen ook daadwerkelijk naar de afdeling toe brengen. En dat doen we door een aantal trainers, een aantal verpleegkundigen zijn opgeleid als trainer, om te kijken of ze die kennis en die vaardigheden bij elkaar kunnen brengen op de afdeling. Experimenteren geeft ruimte aan vernieuwingsprocessen, omdat je niet op voorhand vastzit aan één plan wat op een bepaalde tijd klaar moet zijn. En er is niet één bepaalde aanpak of oplossing. Experimenteren, alleen aan het experimenteren, vind ik niet zo'n goed idee. Er moet wel een bepaalde visie achter zitten. Dus als dat in lijn is met de visie van de afdeling of in visie de lijn is met de visie van het expertteam, dan ben ik daar groot voorstander van. En ik vind dat verpleegkundigen zelf ook praktisch moeten ervaren wat er gebeurt als ze een innovatie of een interventie uitvoeren, wat er dan de gevolgen zijn. De geestelijke vrijheid die mensen ervaren bij experimenteren geeft dus zoveel ruimte dat mensen tot nieuwe inzichten komen. En hele bijzondere oplossingen. Ja, als een experiment lukt of niet, eigenlijk maakt dat niet zo heel veel verschil. Waar het om gaat, is dat je samen kijkt van wat lukt er wel en wat lukt er niet. En wat leren wij daarvan voor volgende stappen? Dus we hebben een voorbeeld van een verpleegkundig spreekuur, wat we als pilot ingezet hadden. Waarbij we achteraf merkten dat we de nulmeting onvoldoende vorm gegeven hadden. Nou, dat was op dat moment een gegeven, maar dat is wel iets wat we naar volgende experimenten en naar volgende interventies wel meenemen. Dat moet je natuurlijk vieren, maar je moet niet vergeten ook te vieren hetgeen niet gelukt is. Ik denk dat successen vieren, maar ook mislukkingen vieren heel belangrijk is. Maar als het dan weer gaat om die successen, dan is de vraag, ja, wie is dan eigenaar? Is dat degene die het stokje heeft opgegooid? Is dat degene die het stokje heeft opgevangen? Of is dat degene die het stokje heeft doorgegeven? Met z'n allen waren we verantwoordelijk voor dat succes. Dus met z'n allen zijn we ook verantwoordelijk voor het vasthouden van dat succes en het verduurzamen van dat succes in de organisatie. Om een goede start te maken met actieleren, hierbij een aantal tips bij dit kernelement. Zelf aan de slag met actieleren? Kijk op www.actieleernetwerk.nl/actieleren.